Hallo allemaal, welkom op mijn kanaal Solo Epoxy Art. En vandaag gaan we zelf maken silicone mold. Ik ga zo steen gebruiken en ik ga gebruiken iGAM van Resin Pro. En tuurlijk silicone resin. En eerst gaan we goed lezen gebruikwijzen, natuurlijk. De proportie van deze iGAM pasta, 1 per 1. En ik pak een paard 1 en dezelfde paard 2. En ik ga heel goed mengen. Ik heb wel ervaring met deze iGAM-pasta en ik vind het heel goed, omdat ze wordt wel rap hard. Ze wordt wel rap droog, dus tussen 10 en 30 minuten. En nu ga ik die alle twee kleuren goed mengen. Ik moet een gelijk kleur krijgen. Lichtblauw. Zo, mijn pasta is klaar. En nu ga ik gewoon rondom aan de kant van mijn steen die iGAM-pasta gewoon plakken. Goed plakken. Zonder haakjes. Omdat daarna moeten we die silicone toevoegen. Alle haakjes moeten heel, heel toe. Zie, gewoon rondom. Goed duwen. De pasta is zacht. Het is precies een plasticine. En het is heel gemakkelijk om te werken met deze pasta. En eens doe ik een klein boordje. Niet te groot. 5 mm is meer dan genoeg. Die boordje. Voor onze silicone resine. Mijn boord is 5 mm hoogte. Is wel genoeg voor onze silicone resin toevoegen. Deze kant wordt een bodem van onze malen. En zie, ik laat het staan op bekertjes, niet op de silicone mold. Nee, omdat iGAM kan heel goed plakken met silicone mold. Ik heb al ervaring mee, zeker en vast, alleen op iets. En nu is het moment voor silicone resin mengen. Precies hetzelfde. Eerst de alle gebruikwijzen lezen. Normaal is 1 per 1.
Voilà. En nu ga ik alles mengen. Ik vind het een heel mooie kleur. Zo, nu ga ik mijn siliconenresin toevoegen op mijn steen. En nu moeten we gewoon 12 uur wachten. Voilà, 12 uur is gepasseerd. Mijn mold is volledig gedroogd, zie. En nu ga ik mijn steen gewoon uittrekken, uitpakken. De maal is sterk genoeg en ik krijg van bodem van deze maal ook een kristallen. Dus echt kristallen van echte steen. Zo, wat ga ik nu doen? Dus alleen die van achterkant, die borden afsnijden. Omdat de bodem is een beetje hoger dan mijn bodem. Voilà, en nu gaan we onze koster maken van onze eigen maal. Ik gebruik daarvoor die gedroogde bloemen, lavande, dus van mijn tuin. En ik knede de haars en wacht 15-20 minuten. En nu ga ik een klein beetje toevoegen. Niet te veel, 5 mm hoogte is meer dan genoeg voor bloemen. En ik ga mijn compositie maken, mijn tekenen maken van gedroogde bloemen. En laat ik staan
gewoon voor 4-5 uur. Na 4 uur is de haars nog niet uitgegaard, maar is meer dan genoeg voor onze tweede laagje. En ik ga die tweede laag van resin een beetje met één druppel van zwarte kleur gewoon touch. Ja? Dus gewoon een klein beetje shadow effect geven. Maar één druppel. De resin is nog altijd transparant, maar ze kan geven een klein effect van schaduweffect. En heel langzaam toevoegen. Oké, nu is volgende dag. Onze coaster is klaar, is uitgegaard. Kijk, de mold is nog altijd in goede staat, is sterk genoeg. Dan kan ik nog, ik weet niet hoeveel keer nog gebruiken. En hier, ja, we krijgen echt een imitatie van onze steen. Vanachter is een beetje matkleur, maar ik zie een kristallen, zie. Dus echt een kristallen van echte steen. De borden is ook ja, met kristallen. Ik vind het heel, heel prachtig. Is heel mooi. Is mooi resultaat. Voilà. Hoop ik is een goede ervaring voor jullie. En bedankt dat je op mijn kanaal bent. Kijk naar mijn video's en maak het verschil. Dadaa!